Op zaterdag 7 september was er een feestje aan de rand van de Biesbos, want... Staatsbosbeheer bestaat 120 jaar en daar, dat laten we als dienst niet ongemerkt voorbij gaan. Staatsbosbeheer beschermt en ontwikkelt sinds 1899 het kenmerkende groene erfgoed van Nederland. De dienst die bestaat 120 jaar. Voorheen was het natuurlijk alleen een dienst om boompjes te planten en het stuivende zand allemaal tegen te gaan. Maar ja, in die 120 jaar verandert de tijd, de maatschappij verandert en een dienst als Staatsbosbeheer verandert natuurlijk mee. Zo ook de Biesbos. Als er één gebied is in Nederland waar heel veel veranderd is, dan is het hier. De oorzaak moeten we even voor terug in de tijd, naar 1993 en 1995. We hadden toen hoogwater. Veel mensen moesten worden geëvacueerd, vooral in 1995. 200.000 mensen, dus er was wel wat aan de hand. En als antwoord daarop gingen we de Biesbos, of gingen we in en rondom de Biesbos ruimte maken voor toekomstige hoge rivierafvoer. En daar heb je ruimte voor nodig. Dus veranderden heel veel landbouwgebieden in wetlands en in met hele ondiepe oeverzones in grote waterpartijen. En door al die ontwikkelingen is de Biesbos zo'n ruim 1500 tot 2000 hectare uitgebreid. Dus meestal hoor je de gebieden worden kleiner, maar in dit geval zie je dus dat het de andere kant op gaat. Het was niet alleen feest, er moest ook gewerkt worden. Ja, er moet ook inderdaad gewerkt worden. We stonden hier vandaag op de open dag vlak bij het Biesbos Museum Eiland. En toen werd ik gebeld door een stel wielrenners. En die zeiden dat er een vogel een beetje gek lag te doen in het weiland. Nou, ik denk, ja, met zulke dingen is het toch altijd wel even leuk om even een kijkje te nemen. Dus ja, in dit geval is een bruine kiekendief. Op de open dag kon men zien wat Staatsbosbeheer allemaal doet in de Biesbos. Er zitten verschillende boten. We hebben de werkboot. We kunnen met de werkboot met de pont ervoor. Kunnen we dus trekkers oprijden waar dus we op gebieden waar we niet met de auto kunnen komen, kunnen we gaan maaien. We zetten een kraantje aan de werkboot, zodat we ook bijvoorbeeld stammen kunnen afvoeren, maar ook afzettingen mee kunnen nemen. Je kunt dus niet even in de auto stappen en even naartoe rijden. Hier moet alles varend gebeuren. Dus ook in de loop van de tijd, ook in de loop van de ontwikkelingen, hebben we een hele vloot erbij gekregen. Nou, die vloot die ligt daar een stukje verderop. Een aantal pontons en we hebben speedboten en we hebben surveillancevaartuigen en kano's. Dus ja, we zijn echt een dienst die helemaal gericht is op en langzaam, of tenminste rondom het water. Staatsbosbeheer doet dit niet allemaal alleen, maar werkt nauw samen met diverse partners. Wij vangen dus, zoals je ziet, muskusratten en beverratten. Heel de Biesbos, heel veel beesten zitten daar natuurlijk. Maar ook heel veel muskusratten en die bestrijden we. En die vangen we met, zoals je ziet, met kooien en met klemmen. Muskusratten die veroorzaken schade. Een muskusrat is in staat om een kuub grond, dus zeg maar 13 kruiwagens per jaar, te verzetten. En dan zou je zeggen, ja, in zo'n Biesbos, een natuurgebied, waarom laat je ze dan daar niet met rust? Maar dat zijn juist de kweekvijvers en ze blijven daar niet. Die muskusrat die gaat dan vermenigvuldigen, er komen heel veel beesten. En die gaan dus uitzwerven en die komen in gebieden die wel schadelijk zijn. En dan zitten ze zo in de dijken en in de kades. En dat kunnen we eigenlijk niet hebben. Rijkswaterstaat handhaaft samen met haar partners Staatsbosbeheer en de waterpolitie in en om de Biesbos. Toezicht en handhaving. Dus ja, in grove lijnen is het eigenlijk dat we proberen te zorgen dat de mensen zich aan de regels houden. Dat mensen die hier recreëren, die hier voor de plezier en voor de vrije tijd komen, dat die daar zoveel mogelijk van kunnen genieten zonder dat ze lastig gevallen worden door mensen die de boel lopen verstieren, door herrie te maken, troep te maken, wat dan ook. Of door, waar we vaak mee te maken hebben, mensen die te hard varen in het gebied, waarvoor daardoor veel onrust ontstaat. En we proberen natuurlijk te werken aan natuurbehoud. Te zorgen dat mensen niet daarin gaan zitten vroeten. Door illegaal dieren weg te vangen, vissen of wild of wat dan ook. En, of bomen te kappen of andere dingen te doen waar het gebied onder lijdt.